Mocht je een beetje alles bewegen wat je nu voelt. Probeer te voelen. Probeer trager te ademen. Probeer te gronden, te zakken op je mat, op je kussen, op je blok. Probeer dieper te ademen. Span je gezicht. En van hieruit probeer traag te bewegen. Duw je borst naar voren. Duw de rug naar achter. Push your chest to the front. Push your back to the back. Move slowly and feel. Misschien heb je tijd nodig om die ademhaling trager te krijgen. Probeer. En duw zo ver als je kunt naar voren en duw zo ver als je kunt naar rechter. Zonder iets aan te passen in die heup. Dus voel dat je over je zitbotjes naar voren op je zitbotjes komt. En over je zitbotjes naar achter op je zitbotjes komt. En probeer dat zo ver mogelijk te doen. Dus voel dat je vanuit die heup beweegt. So you move from your hip. En dan kom je schuin naar voren, naar links. En schuin naar achter, naar rechts. So go a little more to the left when you go to the front. And go to the right when you go to the back. Hands on your legs, it's easier, I guess. Schuin naar voren. En schuin naar achter. Move to the left. And move to the right. En dan komt schuin naar rechts. En links naar achter. Move to the right and to the front and move to the left and to the back. And just feel your body. En dan probeer goed recht te zitten. En probeer nog eens te voelen. Close your eyes and just feel again. Feel your body. Sit still. And cross your fingers and bring your hands behind your head. Dit is iets voor sommige mensen niet mogelijk. Als dat te veel is voor je schouders, breng je handen hier. So, if it is not possible shoulder-wise, bring your hands here. If you can, bring your hands here, but relax the shoulders. 3 minuutjes. You breathe in when you go to one side, and you breathe out and you go to the other side. 3 minutes. It's important to look to the front. Dus als je niet naar voren blijft kijken, dan gaat het zo zat als een patat aan. Dus probeer die ogen naar voren te houden. Je breathe in en out. In, out, in, out. So, if you want to breathe slower, you move slower. Belangrijk is dat die heup weer niet beweegt. Die zitbotjes blijven waar dat ze zijn. So, your sit bones are not moving. Die heup is stil, die knieën zijn stil. So, vanuit die taille dat je beweegt. In, uit. In, uit.
in, out, in, out, in, out. Een soort warm te krijgen. Het is kouder vandaag. Veel kouder vandaag. 2 minutes to go. Probeer die schouders ontspannen te houden. You're halfway. Dus als het moeilijker wordt, doe het trager. Nu probeer nu beginnen dat te voelen, misschien beginnen de moe te worden nu. Nog 1 klein minuutje, probeer door te gaan. Seconds. Probeer of je nog groter kunt bewegen, misschien. Oké. Leg je handen op je benen, handpalmen naar boven en voel die energie stromen in die ruggengraat. Dat is wat we wouden met deze oefening. Het is een kundalini oefening om je energie beter te laten stromen. Voel dat. Voel die schouders. Feel your hips, the shoulders, your spine. Slow breath. En dan kruis je vingers en duw die handpalmen naar beneden. Push your palms down. En dan come up. Lower down the shoulders. Trek je schouders naar boven en naar beneden. Nog eens. Shoulders up. Shoulders down. One more time. Shoulders up. Shoulders down. Stay here. Go to the left. Blijf met je rechterknie op de grond. Draai je buik een klein beetje meer naar boven. Keep your right knee down. En kom op. En laat die linkerknie waar dat ze is. Kom naar rechts en draai die buik een klein beetje omhoog. Stretch. Big, big stretch. Duw die handpalmen naar boven. Push your palms up. En dan laat die handpalmen uit elkaar gaan. Draai die handpalmen naar boven. Lower down the shoulders en trek je armen zo ver als je kunt naar achter. Pull your hands as much as you can to the back. Je kin een klein beetje naar voren, zien dat je nek ontspannen is. So relax the shoulders, relax the neck. En laat zakken. Kruis je voeten in de andere richting of leg je andere voet voor. Bring the other foot to the front. And then go to the front. Maybe you need a block. Maybe you want 2 blocks. Feel what you need. Go to the front. Stay here. Just feel your body. So make sure you stay down. Make sure that your sit bones are in the floor. So keep your sit bones
in de floor. En ga zo ver als je kunt naar voren. Go to the front as much as you can. And feel. Breathe space in the spine. Breathe space in the back. In the sides. And then maybe you want to move the spine and a little to the right and your head to the left. So feel the stretch in the sides of your body. And then move your head to the right and the spine to the left. Dus probeer of je die ruggengraat naar rechts kunt duwen en je hoofd naar links. En aan de andere kant. Just feel how much you can move with your spine. Maybe you cannot move. Just feel your body. Then maybe you move with the shoulders. And then try if you can lengthen the back more. So maybe your hands are on the floor. Try to move more with your back. So you try to straighten the back. Pushing the sit bones in the floor, go as deep as you can. En dan kom je terug. En kom van je kussen. En kom op de grond. So, go on your back. Bring your knees to the spine. Not just to the shoulders, sorry. And wiggle from right to left. Dus masseer je rug. Kleine bewegingen. En dan trek je schouders open. En kom met twee knieën van rechts naar links. So really try to keep the shoulders on the floor and go as far as you can. To the right, to the left. Probeer of je de knieën... Of je onderste knie dan toch op de grond krijgt. En die schouders die gaan een klein beetje bewegen. Maar je probeert je schouders zo stil mogelijk te houden. En dan beginnen we met een twist. Zo. What you do, bring your left knee over your right. Maybe you need to block. Left knee over the right. And then bring your knees as close as you can to your belly. Stay here. Strek eerst die knieën zo dicht mogelijk bij hun buik. Blijf met die knieën zo dicht mogelijk bij hun buik. En draai je twee knieën naar links. Dus misschien is deze stretch te groot. Leg dan een blokje onder je knieën. Misschien is dat te veel als je die knieën kruist. Dus misschien wil je gewoon je twee knieën naar links op een blokje. Misschien voel het beter als je je blokje tussen je knieën steekt. So look for your option. Maybe I will time first. Maybe one block between your knees. Maybe one block under your knees. Maybe you can go on the floor. Maybe cross your legs with a block or without a block. Als je zwanger bent, wil je geen twisten doen. Zeker niet zo groot als deze. So in case you're pregnant, then bring the block on the highest level and then you go. To the left. So your knees will not go all the way to the left. That is an option. So feel, look for your option. Misschien leg je linkerarm op je been. So you try to lower down the knees to the left. And then you try to lower down the shoulder, the right shoulder. Misschien kunnen die linkerschouder nog iets meer naar links krijgen.
En dan doe iets met je nek dat goed voelt. Dus ik vind het niet tof dat mijn neus te ver naar rechts gaat. Breng mijn neus liever recht omhoog. 2 minutes to go. 2 hooikoorts vandaag. Ah, zucht is goed. Slow breaths. Check of your neck okay is. Voel dat je rustig meer plaats gebruikt, meer plaats maakt. Dat die knieën, die schouder rustig zakken. Relax your face, 30 seconds. Probeer of je die ademhaling trager krijgt. Voel dat je vanuit je buik kunt ademen. Niet zo simpel. Breathing is a little more difficult, so try to breathe slow. Oké, laat eerst die linkervoet zakken en trek dan even je knieën op. En rekt u eens helemaal uit. Strek je benen uit. Strek je armen uit. Geef die schop. Trek de knieën terug op. Trek je knieën naar de schouders. Dus, the same thing to the other side. Dus, misschien breng je rechterknie over je linkerknie. So maybe. This feels good. Try if you can get the right shoulder a little more to the right. Okay, in case this is too much, bring your block under your knees. Maybe the wrapping is too much. Dus misschien wil je gewoon je 2 knieën naast elkaar houden. Helemaal naar rechts. Misschien wil je een blokje onder je knieën. Misschien voel het beter als je een blokje tussen je knieën brengt. So feel your option. In case you're pregnant, you don't want to twist. So you put a block on the highest level. And maybe hold it with your arm. So you go just a little to the right. Voel wat jij wilt. Die rechter schouder meer naar rechts als je kunt. En dan laat rustig die linker schouder zakken. Die linker schouder die komt een beetje van de grond in het begin, bij mij toch? So, take the time to lower down the left shoulder. En misschien breng je rechterarm op je benen. Just away from the right arm, we'll let your legs sink a little more. En dan voel wat je moet doen met je nek, met je neus, je gezicht, je nek. Je schouders ontspannen te houden. Voel die buik rustig op en neer gaan. Two minutes to go. We stand at the threshold of a great dawn. Something deep within life is changing. An era is ending.
Voel die een buik bewegen. Hè. Probeer of je nog trager kunt ademen. Reality is being reformed, redefined. The activation of new neural patterns will trigger new perceptions, new information, new impulses, and the recalibration of DNA. Open yourself to these high dimensional frequencies. Moet eens goed zuchten, dat helpt om dieper te zakken. En dan laat eerst je rechterbeen eraf zakken en kom rustig op. Oh. En kom van rechts naar links. Masseer terug. Geef jezelf een massage. En dan roll all the way to one side. En we komen op onze buik. So what do we do is... Misschien wil je een handdoek gebruiken. I prefer to use a towel. You don't have to, but it gives more massage to your belly and more support for your back. In twee, en een super strak rolletje maken. En misschien heb je twee blokjes nodig. But you can do it also on your elbows. So what you do is, breng je handdoek aan je heupknobbeltjes. Bring the towel under your hip knuckles. Breng de bol van je schouder, alleen de bol van je schouder, op je blokjes. Dus zorg ervoor dat je niet je arm erop legt. Not the arm, it's just the ball of your shoulder. This is option one. Staying on the blocks. Top of your feet in the floor, heels are falling out. Maybe do the same thing, but level up your shoulders. Dus juist hetzelfde met die blokjes hoger. Dan is je hoofd niet op de grond. Dat is oké. Als je geen blokjes of iets hebt, is het een optie om het op je ellebogen te doen. You can do it on your elbows. Dus duw zachtjes je armen in de grond naar voren. En probeer die schouders uit elkaar te krijgen. So you try to open the shoulders. Bring them away from the ears. Then drop your head. So this is an option. Or... You do it with straight arms. If this is too much, then maybe you open your hands. Maybe bring your hands closer together. 3 minutes. Whatever you do, you have to stay for 3 minutes. Dus, blijf waar je zit. Ik herhaal nog eens. Misschien bol van je schouders op je blokjes. Als je niet goed ligt, breng die blokjes ietsje meer naar voren, ietsje meer naar achter. En kijk bij blokjes die wijzen een beetje open in een V. Dat is gewoon leuker, omdat je het gevoel hebt dat je meer plaats hebt. Als je die blokjes naar binnen draait, dan heeft je hoofd te weinig plaats. So this is an option. And in case you don't have blocks or you prefer to do it on your elbows, breng je ellebogen ietsje voor je schouders, draai je handpalmen naar boven en dan duw die ellebogen in je mat. Push your elbows in the floor, drop your head. Relax your back.
Voel je buik rustig op en neer gaan. Feel your belly going up and down. Misschien wil je liever met gestrekte armen. So feel what you can do. 2 minutes to go. Try to stay where you are now. Dus nu niet meer van pose veranderen. Blijf waar dat je bent, waar dat je hebt gekozen. Probeer die buik rustig in je handdoek of op de grond te duwen. So feel your belly pushing in your towel or pushing on the floor. Misschien, als je op je ellebogen ligt, kunnen die handpalmen tegen elkaar en je hoofd op je handen laten rusten. Misschien is dat een optie. Rustig ademen. 4 tellen in. 4 tellen uit. Check of je kaken ontspannen zijn. Try to relax your eyes, your cheek. May religion be swept away by the revelation of what we are. May the children of the earth understand that this is to be a birthing place of a new humanity. The birthing of a new man utterly discontinuous from the past. En dan kom rustig op de grond. Armen naast u. Turn your nose to the right. Drop the shoulders. Feel the breath. Voel die ademhaling. Probeer die ademhaling trager te krijgen. Kom rustig op met je hoofd en draai je neus naar links. Zet je handen. Blijf op je buik. Doe alleen je handdoek weg. Misschien heb je een blokje nodig. Misschien heb je je handdoek nodig. Leg je armen open. En laat je linkerhand liggen. Oei, je ziet hem niet. So do not turn your left hand. Laat je linkerhand hier liggen. Duw met je rechterhand op de grond. En kom met je rechterknie over je linkerbeen. So turn. Do not move the left arm. And turn with the right leg over your left leg. Ik wil hier een handdoek. Maybe you want your head on a block. Maybe on a towel. En nu, we zijn vertrokken. Hoi. Maybe this is already too much. Dus als je voelt dat deze te veel is,
Dan trekt je eerst je onderste knie op en naar je bovenste. So then you bring both knees before your belly on the floor. En je blijft hier. Dus de bedoeling is dat je die linker schouder stretcht. Als je meer wilt, strek je benen uit. Kom met die rechterbeen over je linker. En probeer die rechterknie naar boven te draaien. Try to turn the right knee up. Then maybe you want to keep your hand here. Misschien wil je die hand op een blokje laten steunen. Dat mag. But you can also bring your right hand under your back. Dus draai die handpalm naar beneden. Turn your palm down. En probeer dan je rug over je hand te rollen. So roll your back over your hand, over your right hand. En die rechterknie zo hoog als je kunt. So you feel the stretch in the left arm. The left arm is not moving. Dus voel dat je die linkerhand, dat die niet naar beneden is gezakt. Dus hou die waar dat je er juist hebt begonnen. Als je linkerarm verschoven is, begin dan even helemaal opnieuw. Ha, feel the stretch, breathe. Voel die ademhaling in je stretch. Misschien, we are halfway, misschien kun je ook je linkervoet op de grond zetten. Maybe you can bring the left foot on the floor, so both knees are up. But for most of us, this will be too much, then just lower down the left leg again. So feel what your option is today. Een minuutje te gaan. Slow breath. Voel waar je plaats kunt maken door trager te ademen. En laat je twee knieën zakken. Breng die rechterarm voor u. Blijf even hier. Laat die linkerarm zakken. Oh. En dan slowly come back on your belly. Oops. Facebook is gone. I don't know why, but we go to the other side. So, rechterhand, rechterarm mag je niet bewegen. Dus zorg ervoor dat die hand niet naar beneden zakt. Blijf hier, rol over je schouder. Ik wil hier een handdoek. Breng je linkerknie over je rechterbeen. Dus als deze te veel is, trek je twee knieën naar je buik. Bring both knees to your belly when this is too much. Misschien strek je twee benen uit. Breng die linkerknie over je rechterbeen. Misschien kan je die linkerhand onder je rug leggen. Dus de handpalm onder je rug en dan draai je die rug over je hand. Voel je optie voor vandaag. Stay where you are. Er is een fout.
nothing. How strange. Oops. Whatever. Dus we waren deze kant. Dus check dat uw rechterarm niet bewogen is. Trek misschien uw kin dichter naar je borst als je voelt dat die nek lastig wordt. En misschien kun je ondertussen uw rechter knie mee naar boven steken. Dat hoeft helemaal niet. Je mag dat been laten zakken. So feel what you can do. Slow breaths. 1 minuutje. Voor meer stretch, dan breng je die knieën meer naar rechts. Dus nu je naar links. Breng je knieën naar weg van die schouder die je stretcht. Misschien is dat makkelijker. En dan slowly roll back. Breng je linkerhand naast u. Breng je rechterarm dichterbij. Stay for a few breaths. En dan duw jezelf op. En kom hier. Strek je benen uit. Straighten both legs. En ik heb graag mijn handdoek op mijn blokjes omdat dat zachter is. En go to the front. Dus buig je benen een beetje. Als je voelt dat die rug hier is, misschien wil je die knieën hoger optrekken. Misschien wil je zelfs deze doen. Dus misschien wilde die blokjes hoger zetten. Misschien wilde ze lager zitten. Misschien wilde alleen een handdoek onder je benen. Dus voel wat jij wilt vandaag. Just make sure that you bend your legs just a little. And you stay here. Probeer even niet op te kijken. Blijf hier. En probeer plaats te maken, plaats te ademen in die rug. So breathe more space in your back.
Nu moet schief. Ze waren hier, something under your knees. Stay down, you're halfway. Doe iets met je armen, dat goed voelt in die schouders. Probeer plaats te ademen in die rug. Breathe more space in your back. Probeer trager te ademen. Voel dat je meer plaats kunt maken als je trager ademt. En om eruit te komen, zet eerst je handen en duw je op. Doe alles weg. Kom op je rug. Slowly go on your back. And give yourself a big, big stretch. Move. Trek je knieën op. Breng je benen en je armen omhoog. En just shake. Shake as hard as you can. With your arms, with your legs. Laat alles bewegen dat je niet wilt dat beweegt. Oké. En dan breng je voeten op de grond. En probeer of je die schouders, die schouderbladen dichter bij elkaar krijgt. En dan laat je armen zakken. En stay here. Feel. Misschien voelde dat je rug hoog naar boven komt. Als je spanning hebt op die iliopsoas, dan trekt die onderrug naar boven. Dus door rustig hier te blijven, voelde dat je rug meer en meer zakt. Just to stay here, you will feel that the lower back will sink. Dus blijf hier. Slow breaths. Relax your cheek. Adem rustig in. Adem rustig uit. Thank you.
Blijf hier en breng een blokje in onder je heup. Dat blokje mag op de laagste kant. Klein beetje hoger. Voel wat jij wilt. Onder je heiligbeen. Ik wil vandaag op de laagste kant, I guess. Dus die werveltjes, die ruggenwerveltjes zijn vrij. Blokje ligt onder je heiligbeen. Misschien breng je schouders dichter bij elkaar. Schouderbladen dichter bij de grond. Misschien wilde je nek nog even lang maken. Maybe you want to lengthen the neck. En dan make sure that your palms are up. Draai je hands, palmen naar boven. 3 minutes. Hou je voeten op de grond. Hou je knieën recht omhoog. Dus als je blokje te hoog staat en je voelt dat dat niet ontspannen is, maybe you want to lower down your block. 3 minutes. Stay here. Relax your back. Relax your belly. Relax your mind. Just feel. Wonder what's happening when you breathe. Slow down the breath. Ontspan je kaken, ontspan je ogen, je gezicht. Voel je buik rustig op en neer gaan. Probeer uw ademhaling trager te krijgen. Probeer uw knieën niet te bewegen. Keep your knees still. Probeer of je gezicht nog meer ontspannen krijgt. Relax your face more. Eén voor één, trek rustig je knieën op. So lift your knees. Stay here. Make circles with your feet, but keep your knees close to your belly. And then stay here or stretch your legs. Maybe bend your legs a little, maybe straighten all the way. Misschien blijf hier. So feel what you want. 1, 2, 3. Whatever, what feels best. Voel de ademhaling. Feel your belly going up and down when you breathe.
En dan misschien kunnen die benen dichter bij die buik laten komen. Maybe you can bring your legs closer to your belly. So there is a little more pressure in your belly, so you need to breathe softer. Dus als je kunt, en je kunt die benen dichter bij die buik brengen, voel dat die ademhaling moeilijker wordt. Je hebt druk op je buik, maar je masseert hier je buik, je masseert je organen. En je moet proberen trager te ademen. So you now you need to breathe slower. You're almost there. Dus als deze te veel is, breng je knieën iets verder van die buik. Buig je benen en zet je voeten op de grond. Wandel je benen meer naar voren. Give yourself a big stretch. En dan druk even je rechterknie naar je toe. 3 slow breaths. En dan breng rustig je linkerknie naar je linkerschouder. Strek je rechterbeen uit. En dan trek je knie terug op. Zet je twee voeten op de grond. Duw weer rustig van je blokje. Rol rustig af. Trek je twee knieën op. En dan voor je in je shavasana komt, rol op de ene kant. En kom even naar voren. Dus als Instagram afspringt, doe eerst nog Shavasana, maar ik denk het nog op tijd ben. Ik mis jullie gezichten. Ik had nooit gedacht dat ik zo lang online moest lesgeven. Maar ik zie jullie zwaaien en het makes me happy. Ontspan je hoofd, feel your back. And then slowly take your time to come in Shavasana. Maybe you want to have blocks. Maybe you want to wear a sweater first. So come in Shavasana, stay there. Blijf so long as you will. Stay as long as you want in Shavasana. Feel your breath. Probeer of je die ademhaling trager krijgt. Misschien breng je handen achter je hoofd en lengthen je back.
again. Relax your face. Relax your legs, your feet, your knees, your hip. Relax your belly, your back. Relax the shoulders, your chest. Relax your hands, your elbows. Relax your head, relax the back of your head, relax your eyes, your nose, your mouth, your cheek. Want van alles? Wat je hebt laten werken, dat is alles wat je hebt. Probeer dieper in je mat te zakken.